is een goede plek. Hier aan het water. Zand en klei komen bij elkaar. Er komen jagers langs, verzamelaars. Op weg van de bossen naar de zee. Boeren bouwen houten boerderijen, zich voegend naar de natuur. Vanaf het jaar 0 tot 400 na Christus hoort deze plek bij het Romeinse Rijk. Zo wordt in de vroege middeleeuwen een kluitje mensen op een goede plek een nederzetting. Rond 1100 wordt hier een burcht gebouwd. 20 jaar later krijgt het een naam. Breda. In de 13e eeuw is Breda een stad. Met een wal, een stadsmuur en een rijke kasteelheer. Jan II van Polanen. Deze kasteelheer had een dochter, Johanna, die hij op haar 11e uithuwelijkt aan de dan 30-jarige Engelbert van Nassau. Dit huwelijk geeft de Nassau's grondgebied buiten Duitsland. En met de bouw van de grote kerk, het kasteel, het Begijnhof, de eerste Oud-Hollandse vestingwerken en de haven zorgen de Nassau's voor de gouden eeuw van Breda. Breda is een knooppunt in Europa als de 80-jarige oorlog begint. Om beurten valt de stad in Spaanse en Nederlandse handen. De mooiste herovering is de turfschip List, het Nederlandse paard van Troje. 75 soldaten kruipen in de vochtige ruimte onder een lading turven en nemen zo het kasteel in. Herovering volgt op herovering. Van Maurits naar Spinola naar Frederik Hendrik. Na 80 jaar zijn de Nederlanden onafhankelijk. En Breda is failliet. Het duurt nog lang voor de stad dit te boven komt. Toch is Breda in 1667 met de Vrede van Breda het middelpunt van de wereld. Dat het Breda werd, dankt de stad aan de Nassau's. Hun invloed blijft aanzienlijk. De Koninklijke Militaire Academie wordt in Breda gevestigd. En ondanks dat Breda een bisdom wordt, blijft de grote kerk een protestantse kerk. Het is 1870. De wereld verandert. Breda verandert mee. De vestingmantel gaat af, met een singelgracht en brede straten. Chic. Het kleine Brussel. Het haagje van het zuiden. Na de Tweede Wereldoorlog hervindt de stad langzaam haar plek. Hier, met deze mensen. In wijken die als dorpen zijn, zoals het Heuvelkwartier. Voorzien van alles, afgeschermd van de stad. En ook de Nassau's blijven dicht bij Breda. Koningin Beatrix viert er in 1980 haar eerste Koninginnedag. En koningin Maxima begint haar kennismakingsrondje met Nederland. Hier, aan het water. Zoals vroeger weer in contact met de rivier. De haven weer open. Hier, in contact met de wereld. Met de hoge snelheidslijn als aansluiting bij Europa. Hier, in Breda.